front trok vanmiddag over Nederland heen. Dat ging op veel plaatsen gepaard met regen, maar ook regionaal natte sneeuw. Op sommige plaatsen viel die natte sneeuw best intensief door en kwamen er grote vlokken uit de lucht. Maar door de hoge temperaturen bleef het allemaal niet liggen. Dat front trekt geleidelijk naar het oosten weg. Mogelijk dat het in de hoger gelegen gebieden van bijvoorbeeld de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, maar ook in het Achterhoekse Montferland op sommige plekken wel een beetje wit kan worden. Van lange duur is het allemaal niet, want zachte lucht ligt op de loer. In het modelanimatie zien we het front langzaam oostwaarts trekken, maar ook oplossen. Morgen komen we dan onder een rug van hoge druk terecht. Is het rustig weer, droog, maar wel tamelijk bewolkt. En dan in de nacht naar woensdag, dan volgt vanuit het westen de volgende storing alweer. Dat heeft allemaal te maken met een groot lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan. En die zal de rest van de week ons weer gaan bepalen. Vanavond dan is het nog op veel plaatsen nat. Het is overal bewolkt en met name in het oosten en midden van het land valt af en toe nog wat natte sneeuw. De wind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur die daalt vanavond naar zo'n 2 graden. Vannacht gaat er niet heel veel mee af. Op de koudste plaatsen dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar 1 graad of 1. De wind neemt wat verder in kracht af en draait naar het zuidwesten en is dan meest matig van kracht op de meeste plaatsen windkracht 4. Morgen dan is het tamelijk bewolkt, af en toe zien we de zon en het blijft waarschijnlijk overal droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan uiteindelijk zo'n 5 tot 7 graden. Maar in de avond wordt de bewolking weer dikker en dat is allemaal de voorbode van regen op woensdag. Een verstoring die trekt over ons land en blijft dan min of meer boven ons land slepen, waardoor we er ook nog donderdag een groot deel van de dag mee te maken hebben. Donderdag breekt dan uiteindelijk de zon door en dan wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Woensdag is het 8 of 9 graden en daar komt donderdag een graad bij met dan maximaal 9 of 10 graden. Dat zou dan voor het eerst deze maand zijn dat we de dubbele cijfers halen. Voor het eerst dit jaar is het niet, want halverwege januari, vlak voor de aanvang van de koudere periode, werd het op sommige plaatsen ook al ruim 10 graden. Vrijdag zitten we dan weer in iets minder zachte lucht, dan wordt het maximaal 8 graden. Het blijft wisselvallig met een nu en dan bewolking en ook regen of buien. En de wind die neemt in kracht toe en mogelijk dat het in het weekend op een enkele dag zelfs onstuimig wordt. Als we de pluimen bijpakken, dan zien we de eerste dagen eigenlijk een beetje een grillig verloop van de temperatuur. Zowel overdag als 's nachts temperaturen ruim boven nul, maar dan ook een wat minder groot verschil tussen de dag en de nacht. Op langere termijn dan zien we een zaagtand ontstaan met grote verschillen tussen dag en nacht. Dat heeft ermee te maken dat een hoge drukgebied zich op gaat houden boven het Europese continent. Die zorgt ervoor dat storingen op afstand blijven, waardoor wij stabiel weer krijgen. En in die stabiele omstandigheden kan het 's nachts makkelijk afkoelen in deze tijd van het jaar met een minima rond of iets onder het vriespunt. Maar overdag met veel zon loopt de temperatuur dan weer op tot misschien wel 8 tot 10 graden. Dat gebeurt als het wereld helemaal open blijft. Natuurlijk zit er wel heel veel onzekerheid in. Er zit enige bandbreedte in de pluim. Dus het is allemaal nog met een slag om de arm. De eerste periode lijkt er dus erg wisselvallig te zijn. Maar vanaf de week niet, maar vanaf na het weekend. Dan zien we mogelijk een overgang naar een droog en zonnig weerbeeld. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.